De afsluitdijk, een heel belangrijk project binnen Nederland. Het beschermt ons tegen het hoge water. Hierdoor hebben we droge voeten. En het zorgt er ook voor dat we een grote drinkwatervoorraad hebben in het IJsselmeer. Kortom, de afsluitdijk is van cruciaal belang. Nou, we staan hier voor de level blocks. Een hele grote operatie die we de komende tijd gaan uitvoeren is die dijk versterken met de blokken die hier achter mij liggen. Nou, jullie zien ze hier allemaal opgestapeld op een terrein, maar die moeten dus allemaal naar de dijk. En in totaal worden er 75.000 blokken op die dijk gestapeld om die dijk weer voor de toekomst geschikt te maken. Zodat we in de toekomst een storm kunnen hebben die één keer in de 10.000 jaar voorkomt. Als we dat allemaal op zijn plek hebben liggen, dan is die dijk weer voorzien van een nieuwe jas. Ziet er weer super strak uit en dan staan we gesteld voor de komende eeuw. Wij staan hier bij Level. En Level is het bedrijf wat in de nieuwe industriehaven van de verzelfstandigde Port of Harlingen de Level Blocks produceert. Wat ook erg fijn is, is dat Level goed samenwerkt met lokale bedrijfsleven hier in de haven. Bijvoorbeeld achter mij met de firma Spaanse. Firma Spaanse is een van de grootste werkgevers hier in de haven. Dus dat is een heel goed voorbeeld van samen optrekken en van 1 en 1 is 3. Bam van Oort en Rebel hebben ervoor gekozen een ontwerp te maken gebaseerd op maximale duurzaamheid en innovatie. Ons ontwerp laat zich het beste kenmerken als een nieuwe huid over de bestaande bekleding. Om dit mogelijk te maken hebben we een nieuw golfbrekerelement ontworpen. Het zogenaamde levelblok wat hierachter geproduceerd wordt in deze volledig geautomatiseerde fabriek. Dit innovatieve ontwerp betekent een besparing van 200.000 kubieke meter beton, oftewel een besparing van 40.000 ton CO2-uitstoot, wat overeenkomt met 56% besparing ten opzichte van het referentieontwerp. Elk blok is voorzien van een RFID-chip, dat als het ware het geboortekaartje is van elk blok. Daarop staan de kwaliteitseisen, welke materialen het gemaakt is, wanneer het gestort is en uiteindelijk ook waar het geplaatst is in de dijk. De hele fabriek, de hele productiefaciliteit hier is gebaseerd op circulair bouwen. Alle onderdelen van deze faciliteit gaan na afloop van dit project elders hergebruikt worden. En dat geldt ook voor de materialen die vrijkomen bij de bouw van de afsluitdijk. Als we naar hinder kijken, hebben we ervoor gekozen om alle materialen, of vrijwel alle materialen, over water aan te voeren. Dus ik denk ook nog wel aardig om te vermelden dat hier 30 mensen op wekelijks basis aan het werk zijn, waarvan 5 per personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben hier heel bewust voor gekozen om de lokale partijen en de lokale mensen erbij te betrekken in het kader van werkgelegenheid. We zijn inmiddels gearriveerd op de Willemshaven, waar het blok tentoongesteld staat. Het levelblok voor de bezoekers aan de Willemshaven. Zou het bijna een op zichzelf staand kunstobject kunnen bezien? Want het heeft een bijzondere vorm, dus nu kan iedereen ook het aanraken, het zien van waar hebben we het nou eigenlijk over. Het is ook wel aardig de verbinding tussen de nieuwe industriehaven en hier de Willemshaven, wat de oude industriehaven is. Dus daarmee komt een mooie verbinding tot stand. Nou, dan wil ik nu de heren van Level uitnodigen om samen met mij de plaquette te onthullen. Daar gaan we.